We staan hier op een bijzonder punt voor de circulaire economie. De circulaire economie is ook nogal een beleidsterrein. En op dit punt aangekomen staan we voor een aantal belangrijke partijen. De andere kant van de straat, VNO-NCW. Overkant van de straat, het ministerie van Economische Zaken. Verderop in de straat, de Sociaal-Economische Raad, waar werkgevers en werknemers samenwerken. En het Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Planbureau Rijkskennisinstellingen. En tegenover al deze gebouwen het hoofdkantoor van TNO, waar ik nu tegenaan kijk. En ook wij vervullen een belangrijke rol in die beleidsvorming rond circulaire economie. Nou, ik denk dat de vraagstukken rond energie en de energietransitie heel belangrijk zijn. En verder de bedrijfstakken die heel veel CO2 uitstoten. En dan praat je inderdaad over de maakindustrie. Je praat over voedsel, je praat over kunststoffen, je praat over de bouw. En dat zijn ook juist alle sectoren die in het circulaire economie vraagstuk meespelen. Waar wij als TNO ook echt heel veel aandacht aan zullen besteden is de vraag wat de invloed gaat zijn van ICT en van blockchain op de manier waarop wij met onze goederen en spullen omgaan. Maar ook de gevolgen van de energietransitie. Al die hardware die we nodig hebben voor de energietransitie, daar zullen we ook met een circulaire economische bril naar moeten kijken. Want op termijn zullen we ook klaar moeten zijn om al die spullen, zonnecellen, windturbines, wat iets meer zei, ook weer terug in de circulaire economie te brengen. En daar is op dit moment eigenlijk nog geen technologie voor handig. De grote opgave die we met z'n allen hebben is een bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen. Ook iedereen die aan circulaire economie werkt zal zich af moeten vragen welke bijdrage kan ik daar aan leveren vanuit een circulair economisch gedachtegoed. En dat is denk ik de grote opgave. Ik denk dat praten nog steeds heel verstandig is, maar dan met het doel om scherpe keuzes te maken. Ik denk ook dat dat is waar wij voor staan, waar wij misschien ook hier bij het Euroforum voor staan, waar wij als TNO voor staan. Dat is proberen door analyses te maken, scherpe keuzes te maken. En dat je daar dan over moet praten met elkaar, dat is logisch. Maar wel praten op basis van feiten om scherpe keuzes te maken. Al sinds 2013, dat boekje dat we uitgebracht hebben over de kansen van de circulaire economie in Nederland, hebben wij een rol gespeeld in het kwantificeren van de richting waarin de circulaire economie zich zou kunnen ontwikkelen. Wij dragen daar nog steeds op dagelijkse basis aan bij door het beleid en de plannen en de transitieagenda's te analyseren en zo kwantitatief mogelijk te interpreteren. En ik denk nog steeds dat dat een belangrijke bijdrage is die we als TNO leveren aan de discussie. Kwantitatieve impact, het duidelijk maken wat er meer en wat er minder toe doet.